Je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. Miljarden bacteriën boven de IKEA kinderopvang. Dit is een bacterievernevelaar. Alle hoekjes en kantjes, heel specifiek met alle micro-organismen, benevelen, zodat zij een extra werking ter plaatse kunnen gaan uitvoeren. Maar vrees niet voor dit ballenbad, want de mist bestaat uit goede bacteriën en zou moeten komen waar een klassiek schoonmaakmiddel niet geraakt. Een idee van Koen de Koster en Philip Willox. Eigenlijk is het een vorm van biologisch schoonmaken, inderdaad. We hebben geen chemicaliën nodig om die organismen aan het werk te zetten. Dus één keer ze daar hun plaats vinden en zich goed voelen, dan gaan ze ook eten. En ze gaan zich natuurlijk voeden met vervuiling die ze daar gaan vinden, die wij niet kunnen zien, maar die er wel is. Fijnstof, allergenen, bepaalde vormen van schimmels. Dus ze gaan eten van de vervuiling. Bacteriën die vuil en stank verslinden, inventief is het zeker. Al lijkt het op het eerste gezicht misschien een nogal sterk middel in een toch proper ogende ruimte. Al is het binnen vaak ongezonder dan we denken. In de meeste studies zien we dat de binnenlucht doorgaans slechter is dan de kwaliteit van de buitenlucht. En dat komt eigenlijk omdat de buitenlucht, die polluenten, die vervuilende stoffen in de buitenlucht, die worden weggeblazen en weggeregend. Terwijl in huis blijven die eigenlijk hangen, die geraken daar niet weg. Schadelijke stoffen in de lucht kunnen vieze geuren veroorzaken. Maar veel erger ook astma, allergieën en zelfs longproblemen. Met onze luchtkwaliteit, zowel buiten als binnen, zit het niet goed. De mannen van BioOrg zagen een gat in de markt. Met de verneveling gaan we wel in die hoekjes en die kanten op microniveau gaan benaderen. Het is efficiënter dan wc-eend eigenlijk. Wc-eend is eigenlijk schadelijk. Al de verspreiders en geurverfrissers en dergelijke zijn zeer, zeer, zeer chemisch, zeer, zeer, zeer gevaarlijk. Maar het ruikt dan op die moment fris, maar wat erin zit is een ander verhaal natuurlijk. Al kan je je afvragen of die bacterienevel zelf dan wel zo gezond is. Het is helemaal niet schadelijk, integendeel, het is niet ongezond. Het zijn gezonde organismen die we ook vinden in onze leefomgeving. De resultaten zijn eigenlijk al zichtbaar en ruikbaar na 24 uur tot 48 uur. En ik moet eigenlijk zeggen, eenmaal de klanten met het systeem starten, verliezen we ze niet. Ik denk het beste bewijs dat het systeem wel werkt. En die klant, dat is niet enkel IKEA. Er werd al bacteriemist gespuit in de luchthaven van Zaventem, de kantoren van IBM en het Berlaymont-gebouw van de Europese Commissie. Het positief effect op geurhinder is onbetwist, maar het effect op bijvoorbeeld fijn stof, dat valt veel moeilijker te meten. Er zijn wel aanwijzingen dat bepaalde bacteriën stikstof en stikstofverbindingen gebruiken om te groeien en te delen. Maar de vraag blijft natuurlijk of dat die bacteriën alle toxische stoffen gaan kunnen elimineren uit de binnenlucht. Er komt dus extra onderzoek. Een grote doorbraak is er nog niet. Voorlopig zit BioOrg enkel in kantoren. Maar op termijn willen ze ook in gewone huizen bacteriën vernevelen. Dit is absoluut de toekomst, omdat je geen chemicaliën nodig hebt die op zich kunnen vervuilen natuurlijk. Want dan ga je één probleem oplossen en een ander creëren. Wat wij doen is de natuur laten werken in gesloten omgevingen van een gebouw. En wij geloven absoluut dat dat de toekomst is, ja.